naar Remco. En wij gaan naar. Het is nu in de ochtend, maar straks wordt het middag. In de middag. En het is vandaag oudjaar en in de avond. Het is vandaag nieuwjaar. Ja. En 31 december is het. Ja, en straks. En in de avond wordt het opeens nieuwjaar en dan is het 2020. Ja, gelukkig 2020 iedereen! En heb je misschien mijn nieuwe mini-aflevering gezien? Ja, die was wel leuk, hè? Ja, in de avond. Stiekem. Ja, niet vertellen, hè? Nee. En ik ga even een colaatje drinken. Ja. Even openmaken. Kijk. Huh, een briefje in de cola. Oh, we wachten even op mijn broer. Die vast even met. Weet ik veel. Weet je wat er gebeurde? Nee. Weet je wel dat sommige kinderen wat doen? Dan is het aan en dan gaan ze het heel snel wegrennen. Ja? Dat was net gebeurd. Oh. Denk maar, ik. Want ik deed het open en toen was er helemaal niemand. Maar er zit een briefje in de cola. We moeten het proberen nou, uit te niet via zo'n manier. Anders valt de cola eruit. Toch? Ja. Maar dat moet wel. Eeuw. Ja, er komt ook echt wel uit. Wacht, ik denk dat ik van de vier wil komen. Ja, ik onthoud het. Kom, we moeten naar buiten. Maar ik hoop echt. Maar het is een nieuw jaar en ik wil zo graag vuurwerk. Dat zou ik echt heel graag willen. Ja. We trekken onze schoenen aan. We zijn klaar. Ja, je bent bijna klaar. Oh ja. Yeah. Ik had vergeten dat je ook een jas aan moest doen. Want het is best wel koud. Ja. Wacht, ik heb jouw jas. En bedankt. Oh. Ja, 20 seconden. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Kom je? Volgens de kaart in mijn hoofd, wat ik duidelijk heb onthouden, moeten we naar links. Nee, op een kier. Ik heb een paar vragen voor jullie over onze vierde aflevering. De vraag was, hoe lang duurde die filmpje? De tweede vraag is, hoe lang, met wie was ik toen? En de derde vraag is, wat hadden we toen gevonden? Een baby? Als het een baby was, hè? Hé, hey, vuurwerk, hoor je dat? Daar komen we, blijf je, anders val ik. Volgens de kaart in mijn hoofd zit hij nu ongeveer in een voetbalveld. Wie verstopt nou een schat op een voetbalveld? Nou, niet in een voetbalveld, maar dichtbij een voetbalveld. Dan zou toch iedereen.
Oh, volgens de kaart zit hij in de bosjes. Denk je dat iemand hem al heeft gevonden? Nou, ik weet het niet. Want in de bosjes ga je bijna nooit. Ja. Behalve Tarzan. Denk je dat Tarzan het heeft gevonden? Als hij echt bestaat, wel. Maar die bestaat toch? Ja, een teken voor ons. Niet in. Oh, ik zie het! Waar? Ik zie de schat. En het is... vuurwerk. Wow. Dat is echt ongelooflijk. Als je nog meer filmpjes wil zien, dan moet je naar Paulien van Dam. En we gaan vliegen. Nou, niet echt. De vuurwerk gaat vliegen. En zet die duimpje maar omhoog en abonneer je. Ja, dat was een grapje van mij. Doe ik ooit keer maken. En je moet zeker al onze andere filmpjes kijken. Ja. En de antwoorden van deze video zeggen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En denk je dat Renko dat Renko slimmer is dan mij? We zullen het zien. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer. En abonneer.